Het Hof van Justitie is vandaag versterkt met 6 nieuwe advocaten. Tijdens de openbare zitting van het Hof in het gerechtsgebouw Civiele Zaken hebben deze 6 advocaten in handen van waarnemend hofpresident Iwan Rasoubaks de eed of belofte afgelegd. Tijdens het uitspreken van de eedsbelofte legde de hofpresident de nadruk op het niet aannemen of verdedigen van een zaak waarvan zij in gemoede niet geloven dat deze rechtvaardig zijn. Rasoubaks hield de nieuwbakadvocaten voor dat zij nooit ertoe moeten overgaan om feiten of omstandigheden te verdraaien. En integere manier de door de justiciabelen aangedragen feiten en omstandigheden die u ter oren zijn gekomen, die relevante feiten en omstandigheden te verzamelen, te toetsen, te verifiëren en na te gaan of u dat gelooft. Als u het niet gelooft, kunt u alleen maar een procesbewaking doen. Rasoubaks zei verder dat de laatste tijd gemerkt wordt dat advocaten zich ook verdiepen in het staatsrecht, in het bijzonder mensenrechten. U, advocaten, wordt te midden van bijzondere uitdagingen voor de rechtspleging advocaat bij het Hof van Justitie. Er wordt van u meer dan ooit tevoren gevraagd om uw bijzondere kwaliteiten aan te wenden om de belangen van de justiciabelen te blijven behartigen zonder moedeloos te worden en de rechters en het Hof daarvoor kwalijk te nemen. Ik ga u straks uitleggen waarom niet. Niet kwalijk te nemen voor de trage gang. Immers, de financiële crisis treft ook de rechterlijke macht. Eerder was het onder bemensing, nu hebben we 19 rechters en nu hebben we een financiële crisis erbij. Heel veel wat te maken heeft met beleid kost geld. Rasoubaks hield de advocaten verder voor dat indien zij en de 182 advocaten die ingeschreven staan op het tableau maandelijks gemiddeld 2 civiele rechtszaken indienen, dit zal betekenen dat er vanaf de volgende maand juli er maandelijks 376 zaken erbij komen. Dit zal een jaarlijkse groei zijn van 4512 zaken. 19 rechters moeten die vonnissen maken, hetgeen inhoudt dat de druk op de capaciteit van het Hof er niet minder op is geworden. Aldus waarnemend hofpresident Rasoubaks die deze noodkreet vandaag heeft gelanceerd tijdens zijn toespraak tot de 6 beëdigde advocaten bij het Hof van Justitie. Deze zijn Ramlakan Arjoen, Boudou Mohamed, Jayadi Sheryl, Truideman Rochella van Kallen Marco en Jasmadi Harold.